Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de sterrensteek maken, of de Margrietsteek, net hoe je het noemen wilt. Het is echt een sterretje. Ik kan het moeilijk nu even zo uitleggen, omdat... Ja, misschien is de belichting niet helemaal... Kijk hoor. Ik zal wat lichtere wol gaan gebruiken, zodat je goed kan zien wat ik aan het doen ben. En deze is met naald nummer 6 gemaakt, maar kan nog grover, dat vind ik ook mooi. Ik heb even naald nummer 10 gepakt en de Julia wol. Het is maar om het uit te leggen, en dan kan je altijd nog met een andere haaknaald beginnen. Je zet een rij los op in een veelvoud van 2. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nou, dit is een mooie rij om het uit te leggen. En dan nog even 4 lossen voor de beginsteek. 1, 2, 3, 4. Zo los mogelijk haken. En de sterrensteek is eigenlijk ook het ophalen van je lussen. Dus je slaat om. Oh nee, sorry hoor. Je steekt in de tweede na je haaknaald. Dus dit is de eerste en dit is de tweede. Je steekt in en je haalt je steek op. Je steekt in en je haakt je steek op. Steek in en je haalt hem op. Totdat je 6 lussen op je haaknaald hebt. En als je het gewoon even meekijkt, dan op een gegeven moment begrijp je het. En dan kan je alleen verder. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is de zesde. En dan haal je weer om en je houdt alles heel losjes en dan trek je je haaknaald door alle 6 te lussen. Lukt dit nou niet, blijf je elke keer steken, dan heb je eigenlijk een te kleine haaknaald. Dan moet je gewoon een maatje groter pakken. Je mag hem zo groot pakken als je wil. Dus als je bijvoorbeeld voor wol voor naald 4, dan pak je naald nummer 6. En wil je een mooi kleine sterrensteek maken, dan pak je wol voor naald nummer 2 of 3 en dan pak je haaknaald nummer 4 of 5. En dan moet je gewoon even uitproberen. Maar we gaan even toch verder met die steek, even de aandacht erbij. Weer een lus pakken en deze sluit je dan, deze ster sluit je dan. Dan nog 1 lossen en weer in die ster steken en dan haal je weer een lus op. Dan pak je de laatste die je gepakt hebt, daar steek je in en dan haal je weer een lus op, dan 3 lussen. Dan pak je de laatste, insteken, omhalen en weer een lus pakken. Dan pak je de 2 lussen van je opzet, van je opzetlussen. Heb je er weer 6, sla je om. En dan trek je hem door alle 6 de lusjes. Sla je om en dan sluit je die ster. En je doet nog 1 losse. Dan ga je weer in die ster hier. Dan ga je weer in. En dan pak je weer de draad op. Kijk, dan heb je al 2 sterretjes gemaakt. Ik zie al dat ik verkeerd de draad opgepakt heb, dus we gaan nog een keer opnieuw hier in deze ster. Hier moet je zitten om de draad op te pakken. 1. Dan ga je de laatste die je gedaan hebt, die schuif je een beetje opzij. Pak je hem nog op. Dan pak je die zijkant op. Dan heb je de 4. En dan pak je 2 steken. 5. 6. En als je alle 6 op de naald hebt, dan trek je het weer helemaal door
Eentje om hem vast te zetten en een losse. En dan ga je weer in die ster insteken, ophalen. Dan pak je de laatste. Insteken, ophalen. Dan pak je die grote lus, insteken, ophalen. En dan pak je weer twee steken van je opzet. Ring of ja, opzetlussen. 1, 2. En nu weer omslaan en door alle 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Omslaan, doorhalen en nog een losse. Insteken, omhalen. En dan gaan we weer die twee lusjes, die zet je even opzij. Insteken, omhalen, heb je er 3. Dan pak je die grote, dan heb je er 4. Dan pak je 2 steken. 1. 2. Omhalen en door 6. Zie je, nou heb je al 1, 2, 3, 4, 5 sterren. En die sluit je. En weer een losse. Zo maak je de hele toer af. We zullen verder gaan. Ik heb net een losse gedaan, dus nu gaan we weer in die ster. Insteken, ophalen. De tweede opzij schuiven en insteken, omhalen. Insteken, omhalen en 2 steken oppakken. Insteken, omhalen. Insteken, omhalen. En weer omslaan en door 6. En die sluiten we, omhalen en sluiten. En een losse. En dan weer in de ster. Insteken, omhalen. Even opzij schuiven. Insteken, omhalen. De grote insteken, omhalen. En 2 steken. Van het begin insteken. En weer. Insteken. En door 6. Omhalen. Sluiten. En lossen. Insteken. Doorhalen. Insteken. Ophalen. De grote. Ophalen. Insteken, ophalen. Insteken, ophalen. En omhalen. En nog een losse. Insteken, omhalen. Insteken, ophalen. Insteken, ophalen. Nou. Als het niet makkelijk gaat, dan zet je even je haaknaald in de steek, zeg maar, zo. En dan haal je hem op. En dan de volgende. En we zijn al bijna klaar met deze toer. Slaan we hem om. En door 6. Alle steken moet je zo los mogelijk eigenlijk maken. Dat is het makkelijkste. Insteken, omhalen. Eentje opzij schuiven. Insteken, omhalen. Insteken, omhalen. En de laatste twee zijn er al. Insteken, ophalen. Insteken, ophalen. Omslaan en door 6. En omhalen en we sluiten de laatste ster. Kijk, als je het een beetje uit elkaar trekt, dan zie je wat je aan het doen bent. De laatste, die sluit je. Dus met een halve vaste, omhalen, insteken, doorhalen en door 3. Dus dan heb je de toer gesloten. De volgende toer begin je met 2 lossen. En je keert je werk zo. En dan ga je zoeken even naar die sterren aan de achterkant waar die openingen zijn. En dus deze. Dus deze opening, ja, ik duw er altijd een beetje mijn nagel in, maar dat kan niet iedereen. En dan omhalen, insteken. Nou, dat je de goede hebt, want anders maak je geen sterretje af. Omhalen, doorhalen en door 3. Dus halve. 2 gaan er in diezelfde opening van die ster. En dan heb je aan de voorkant weer een ster af. Omhalen, even aan de voorkant kijken waar die ster zit. Hier. Oh, hier, zie je het?
En dan omhalen. Even weer nog goed kijken. En insteken. En door. 3. Omhalen. Insteken. En door 3. Dus zijn 2 halve stokjes. Omhalen. Dan ga je weer zoeken naar die ster. Deze. Je steekt je vinger erin. Dus je ziet gewoon al welk gaatje het is. En insteken. En door 3. Omhalen. En door 3. Dus dan heb je er 2. Omhalen. Even de ster weer zoeken. Die is hier. Vinger erin. Omhalen, insteken. En daar doe je 2 halve stokjes in. Dit is dus de sterrensteek. Ja, de heengaande toer. Je stopt hem met een half stokje. Ja, daar stop je altijd mee. Dan ga je weer met 4 losse omhoog. Dan keer je het werk. En je begint eigenlijk weer de video te pakken van de heengaande toer. Dus je hebt de heengaande toer, maak je de ophalen met de sterren. En de teruggaande toer heb je 2 stokjes in die ster. En hier kan je het zien. 2 stokjes in die ster. 2 stokjes in de ster. 2 stokjes in de ster. Maar dat is dus aan deze achterkant. Dus de achterkant is anders dan de voorkant, maar de voorkant heeft echt hele mooie sterren. Ja, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Bij iedereen kan